Zo, even een kleine pitstop. Dan kwam ik tot de conclusie dat we toch een lekkerpier vergeten zijn. Lekker bezig. Yes. Dan kunnen we verder. Dan kunnen we weer schijten. We hebben 8 dagen er vol tegenaan. Ja. Dat is ook nog fijn, ja. Ja, dat moet gewoon eventjes wat beter lopen dan de vorige keer. Hè? Want dat was... Nou, we hebben het niet slecht gedaan met 2 vissen toen in 5 dagen. Wat was het? Ja. Maar qua weersomstandigheden was het echt weer bizar. Zo. We zijn er weer, hè? Een ander waal, maat. Jeetje. Lekker afgeduwd, man. Toppie. Right. Dan gaan we er maar vandoor, hè? Ja. Nog even het laatste zonnetje. Ja. Lekker, joh. En dan gaan we het wijde water op. Kanthengel. Ja, we gaan even kassen. We kijken nu bij de ondiepe inlaatjes van het meer. Eerste nachtje lekker gevist, lekker gegeten. Tijd om te gaan. Weer een mooi gebied gewoon. Helemaal verscholen. Ja, dit is wel echt mooi in view. Ik heb ruim genoeg voer mee. 100 kilo partikels en iets van 100 kilo bollen. Lekker met mais van de boer en de tijgenoten met een mooie romige scopexbal. Voor alle zones hebben we nu een voerplek. Ja. En dan meer kunnen we eigenlijk niet doen. Overdag nog een paar plekken een beetje verkennen. En we hebben weer eigenlijk een heel nieuw gebied erbij ontdekt ten opzichte van vorige keer. Je bent toch geen Ronnie rig aan het knopen, Alva, of wel? Een Choddy. Een Choddy. Choddy is hot hier. Ja, hè? Choddy is hot hier. Ik maak even 2 snowmannetjes. Onderlijntje snowman presentatie. Gewoon omdat het net wat mooier boven de bodem uitkomt. Heel basic verder. Simpel, maar effectief. Je kan de lengte nog variëren. Eventueel nog een rubbertje in de haakbocht doen of niet. Oké, dan gaan we die aardappels even lekker bakken. De maaltijd is weer ready.
Ja. Ja, 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 ga. Koning. Yes, de eerste is binnen. Ja, ja. We hadden het niet verwacht, maar hij is toch. Hij meldde zich toch. Mooi man. Mooi begin, toch? Super, ja. Van de kantstek. Half of een kwart over zes vanmorgen. In de stromende regen. Ja, vet man. We hadden precies onder een rotswandje gelegd. Echt super ondiep. Wat een mooi beest, man. Ja, toch mooi dat hij uit het kantje kwam. Ja, we gaan lekker even wat foto's maken en dan op naar de dagstek. Dan weer terug. Het is eindelijk droog. Ja. Lekker weer! Zo, we zijn diep de jungle ingevaren. Om te kijken of we enige activiteiten kunnen waarnemen. Maar goed, zoals je zelf ziet, het is heel bruin. Dus het is heel moeilijk te zien. Ja, je hebt dit soort dieptes en taluds. Dat maakt het extra lastig om te vissen. Jezus, wat een omgeving. Te bizar. Kijk, het riviertje begint te stromen. Je ziet, als het goed is, het bruine er doorheen. Hier heb je gewoon een paar riviertjes van. In dit merenstelsel. Maar het is wel geinig, want het is nu we er net zijn, begint het te stromen. We zitten nu op een centraal deel. Maar als je nog wel eens hard varen, ze wachten even met. Ze wachten even met uitvaren. De verre hengels in ieder geval. Anders krijgen we misschien problemen. Actie! Net tijdens de onweersbui. Tussen de onweer door. Ik heb er niks van.
toch? Ja, dit was zeker het nachtje wel. Sowieso de hele trip wel. Ja, inderdaad. Even lekker op wintervakantie in juli. Ja. Zaar dit. Jezus man. Maar we hebben wel vis. Zo is dat. Maar toch een mooi spiegeltje erbij. Ja. Maar wat de nacht man, ik heb nog nooit zulke harde onweer. Er waren twee onweersbuien die hierboven hingen, afzonderlijk van elkaar. Ja, die inslagen waren echt zo hard in die bergen bovenin, zeg maar. Yes, 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 daar is hij dan. Echt van de overkant hengels, mooi gekleurde spiegel. Echt heel vet. Ja, ik kan niet anders zeggen. Deze is meer dan welkom. We hebben nu 2 vissen in 3 nachten. Maar deze zit volledig op het voer. Die hele mat heeft die ondergescheten, dus dat is altijd lekker. Door het noodweer konden we de hengel niet meer terugleggen. Maar goed, we gaan nu aan de overkant liggen en wat voeren. En dan komen we hier morgen terug om weer nieuwe vissen te halen. Want van deze willen we er zeker meer. Dit is echt heel tof. De spiegel van dag 3. Even kijken of we hier kunnen staan. Het loopt hier vrij snel op. Maar wat een beest. Heel gaaf. Deze gaat weer terug en dan gaan wij weer voeren en verder vissen. Zo, we zijn nu in de zoveelste arm aan het kijken. Al voor die paard mooi langs de kantjes om te kijken wat, of het interessant is of niet. Vannacht hadden we een mooie spiegel. We hebben er flink wat voer op gegooid. En nu zijn we dus aan het kijken onderweg naar de nieuwe dagstek. Even goed onthouden. En heel vet. We hebben weer vertrouwen, we hebben weer vis. Dus, het is droog. Het is droog. De zon komt eraan. Ook lekker. Dus we gaan vandaag vol gas op die nieuwe, nieuwe dagstek. Dat is ook op het weid. Goed, we moeten een keuze maken. We hebben nu overal ongeveer gevist in elke uithoek. Dus het is nu belangrijk om te vissen waar de vis zit. Logisch. Maar goed, dat gaan we nu doen. En dan komen we morgen weer terug op de stek van vannacht. Daar ligt nu ongeveer 10 kilo voer op, dus dat is top. Zo man, daar zijn we weer. Echt even bruut bootvissen op een stuw weer. Ja, het is echt super gaaf om weer terug te zijn hier. Na de vorige sessie in de winter. En het is alleen nog compleet veranderd hier. Echt. Zeker, ja. Ja, in de winter zag je echt die mooie taluuts. Je had minder water, dus in die zin minder oppervlakte om ze te zoeken. Even kijken, wat was nou nog meer echt? Het weer zat niet echt mee. Nee, we hadden echt een temperatuursdaling van zeg 20 graden. Koude wind, weinig zon, want er was eigenlijk wel meer zon voorspeld. Maar goed, we hebben op zich door middel van onze aanpak gewoon goed weten te bevissen en ook nog vis gevangen trouwens. Ja, dat zeker. Wat een mooie schub nog. En, of jij had die schub trouwens. Ja, en de mooie spiegel. Ja. Klopt. Maar goed, we hebben niet eruit kunnen halen wat we wilden. Nee. En het is wel echt compleet anders nu met. En toen hebben we ook echt besloten van we gaan terug. Ja. We moeten wat goed maken. Ja, we gaan wat goed maken. Nee, ja, deze. Of het is een hele sterke paard. Zo. Spannend.
Ja, dikke vis, dikke vis, dikke vis. Wacht even. Zo, we zitten net hoor. Wat een mooi. Zo man. Wat een beest, hè? Ja, dat is een goede jongen. Echt een mooie bouw. Ik dacht eerst dat het een neerval was, maar hij is echt dik. Kom. Dat is een neerval, man. Super mooie spiegel, man. Het is al de derde spiegel. Heel vet. Check dit. Ja, we hebben nu 3 runs vannacht. Dus we gaan hier blijven. Eigenlijk tegen onze principes altijd in. Maar dan gaan we met de rubberboot nog voeren? Ja, voeren we wel, misschien ietsjes lichter. Ja. Gisteren hebben we wel behoorlijk wat gevoerd. En dan... Gaan we dit even afvoeren. We kunnen het niet laten, we gaan toch nog even kijken. Tussen de bomen of we wat zien. Dat is toch de troebel ervoor. Oh, lekker man. Een brasem. Blazen? Ja, ik denk. Hè? Ja, ik denk. Yo, wat is dit nou weer? Ja, kleine. Wow. Jij had de snoek, hè? Ja, dit is toch een handig hulpmiddel. Hier kan je. Ja, dat doet dus een beetje vlakbij op zien. Je ziet. Je ziet dat het overal super diep is. Klauwen van ons. We gaan nu de hengels even uitvaren. Deze stek is een beetje glooiend in tegenstelling tot die diepe armen. Daar is het allemaal heel spits en gaat het direct naar beneden. Hele steile teluts. Dus we vissen nu vrij simpel. Gewoon van... tussen de 8 en 12 meter aan de linkerkant en ook ongeveer aan de rechterkant. We beginnen bij de kanthengel, die is 8 meter. Vorige keer heeft de kanthengel niks opgeleverd, dus die verplaatsen we nu allemaal alles een beetje naar voren. Dus hopelijk mag Alvar zometeen even snel even een dikke binnenhalen. Maar goed, we zijn er klaar voor en alles ligt binnen no time zo. We nemen 2 hengels tegelijk mee. Dus het gaat altijd lekker snel. Zo, en? Zo. Harde run weer. Vroeg in de ochtend, volgens mij. Ja, sokken wakker man, echt niet normaal. Nee. Supermooi. Volgens mij mooi. Het duurde wel echt lang man. Hij had wel eerder kunnen komen. Buitenkant lift. In de hoek. Mooi oude staart. Lederachtig. Veel te klein. Veel te klein. Hier doen we het niet voor. Is echt jammer. Die vorige is het wel wennen. Maar ja. Het is wel mooi. Het is ook allemaal littekens en van alles en nog wat. Heel gaaf.
fuck, hè? Dat was snel. Wat een vette run is dit. En dat was snel. Hij ging echt heel snel. Ik kan hem nu meekrijgen. Ja? Ja, ik krijg hem nu een beetje mee. Op de voorgevoerde stek. Hè? Binnen een uur? Dit is waar we op hoopten. Dit is waar we op hoopten, man. Dit was heel snel. Ja. Nog niet eens alle hengels erin. Oh ja, ik moet er wel even heen. Ja? Ja. Shit. Net ligt in de boot. Blijf sterk, jongen. Ja? Ja. Lekker, man. Pak hem. Ja, deze 27 kilo. Lekker, man. Nou, precies wat je wil. Heel fijn. Het gebeurde. Wat een drill, man. Heel fijn. Oh, wat vet. Zo, hij is mooi. Die drill was vet vooral. Ja, dat is heel vet. Oh, man. Echt helemaal top, man. We lagen 20 minuutjes in of zo, man. Ja. Echt zo chill, ja. Dit. Uit het niets, nee. Uit het niets. En kijk, ja. Wat een bak, man. Gelijk een 40er, een donkere mooie spiegel. Ja, echt prachtig. En we zijn er net, 4 dagen gevoerd. Ja, een soort 2-tone, 3-tone. Ja, hele oude weer. Hij mag weer gaan. Goeie dikke. Show me the money, man. Yes. Nou, wat is het? 7:45. Run in de ochtend. Mooie karper. Na wat problemen in de nacht met lossers. Maar goed. Gisteravond al een prachtige vis en nu deze mooie schub. Van onze nieuwe stekkie. Ja, dat loopt lekker. Die hele loopt inderdaad. We hebben nu gewoon wat meer aanbeten gemiddeld dan aan het begin. Ja, heel gaaf. Okay. Deze gaan heel snel weg, denk ik. Ja, overdag nu, midden op de dag eigenlijk, snoeihard, dus dat is wel heel vet. Ik kan er eigenlijk niet heel veel meer verwachten overdag. Zo. Met de vechtersbaas, hè? Mooi spiegel, hè? Ja. Hele mooie donkere. Bruinig. Zo. Kijk, wat hebben we hier? Een mooie pannenkoek. Dat is te denigrerend, maar... Het is de eerste hoogbouw. Zo, dit is de eerste... hooggebouwde spiegel. Maar niet minder mooi. Hij is ook donker van kleur. Hij heeft mooie kleine schubben. Lekker. Er zit echt een takje aan. Maar overdag weer. Dus dat is mooi. Dat is lekker. Dat is heel mooi. Overdag. Dat is top. Ja. Eerste vis overdag. Ja. Heerlijk. Nou, hij is niet echt rustig, hè? Nee. Oep.
best wel een bonkje nog. Mm-hmm. Mooi man. Ja, we hebben hem. Foto's. Vis. Wauw. Derde vis van overdag. Van de nieuwe spot. Dat er nog veel mogen komen. Maar dit loopt heel lekker nu opeens. Hmm. Op de dag. Ja, en wederom die mooie kleur. Ja, super bruin. Is echt wel tof. Heel donker zo. Ja, en super sterk onder de top. Ja. Oh, wacht hier zo. Het loopt overdag. Dus we gaan nu snel even een richtje bouwen. We hebben nu 4 runs gehad. 3 overdag. Dus daar moet even heel snel weer een hengel op. We voeren nu eigenlijk meer dan, ja, dan normaal. Om ze bezig te houden, dat er toch iets minder snel dressuur op die stek komt, want we willen morgen hier ook nog even blijven, voordat we weggaan. Zo, enkel waftetje erop, 25 mm. En dan gaan we weer even snel uitvaren en even profiteren van deze omstandigheden. Spanning, spanning, welke zullen we aflopen? Klaar voor de nacht. Even wat koken. Alles is geïnstalleerd. Nog wat koken. Koken. Even wat koken, even wat bakken. Even wat snacken. En dan drillen. En dan drillen, ja. Weer. Ja, zeker. Het eten staat klaar, maar wat gebeurt er? Hij loopt weer af. Hij loopt weer af. En wie staat er? Kom even naar hem toe. Kijk eens aan. Daar staat die man hoor. Ja, hij staat weer te drillen. Hij staat weer te drillen. Ja, het is al, hij is ook weer een beetje op adem gekomen. We hebben hem heel eventjes een half uurtje in de zak gedaan om onze kliekjes op te eten. Dus laten we meteen maar even zien. Het is wel een dikkertje dit. Ik zal mijn hoofdlamp even afdoen voor de foto. Zo. Hij is mooi gekleurd, hè? Oh. Hij is nog niet klaar met azen zo te zien. Hij is mooi, hè? Ja, super mooi. Hij is ook wat hoger. Ja. Kut die staart, man. Yes. Ze liggen er weer klaar voor. Ik sta zekerheid. Het is geen overbodige luxe. Alvast even zijn hoofdlamp aan het testen. Ja. Doet hij het nu? Ja, hij is heeft wel een mooi blauw gloedje die bij jou. Hij is nu gelig. En ja, nu is hij blauw. Kijk. Nu is hij blauw, zie. Ja, top man. En dit, als hij blauw is zo, dan zien karpers het licht niet. Nee, dat is fijn, ja. Ja? Je hebt van die speciale hoofdlampen, ja, hè? Dan zien karpers het licht niet. Nee, klopt. Dat is zo chill. Als je ze blauw hebt, dan dat heeft bijna niemand. Ja joh. Dan ben je helemaal visveilig bezig. Ah! Lekker man. Ah!
Lekker koud douche. Het is een lange man. Wat een trofeetje dit weer, zeg. Wauw, ja. Oh. Weer een unieke spiegel van hier. Zo, dit is echt bruut, hè. Ja, heel anders beschut. Wow. Wie is toch die man die altijd door die lijnen heen zwemt elke dag? Ja. Vervelende man. Wespen. We hebben hem gesloopt. Ja. Niet normaal, man. Gisteren helemaal niet zo bezig geweest. Ja, anders ik wel. Het is dus mijn sessie, zeg. Niet normaal. Niet normaal, echt. Op een gegeven moment stonden we op, toen dachten we dat het 's avonds was. Ja, 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 we hadden geen tijdsbesef meer. Ja, dat was echt heel bizar. Ja. En op een gegeven moment hadden we gewoon vergeten dat we nog vis hadden gevangen. Ja, zulke dingen, ja. Ja, het is wel... jeetje. Wat een avontuur is dit geworden. Ja. We begonnen met de regen en onweer, noodweer. En geëindigd in het zonnetje. En ook dit patroon van deze bodem was natuurlijk weer echt bizar, hè? Echt. En je ziet, je denkt het er dan te zien vanaf de bovenkant. Ja. En dan gaat hij toch, dat die contouren onder water, toch links of rechts. Ja. Met nog wat mega stenen erop. Ja, wat die kuil, zeg maar, hoe diep gingen we net? Met het uitvaren? 35 of zo. Ja, 35. Ja, 35 meter. Ja. Weet je? En je kan de overkant, het is toch wel 150 meter, denk ik. Hè? Mm-hmm. Denk ik ook wel, ja. Ja. De spoel was bijna leeg weer. Ja. Ja, we hebben net gered met de spoelen op sommige plekken. Zo, we lagen echt op 300 of zo. Ja, ja. Maar het is, weet je, het is niet heel makkelijk vissen. Zeg maar. Je moet er echt wel moeite voor doen. Ja. Vele uren maken, veel zoeken. Heel goed de bodem in de gaten houden. Ja, het is bizar die dieptes, hoe je dan... Ja. Ja, je moet eerst gewoon vangen op bepaalde dieptes en dan leg je je aas gewoon makkelijker neer. Ja. Nu heb ik zoiets van, joh, komen we in een andere seizoen of zo. En na, in de winter, ja, in de winter hadden we dat. Ja, kon je niet anders natuurlijk. Nu heb je iets meer met die bomen. Ja. Ah, je kan hem gewoon, ja. Je kan hem overal neerleggen eigenlijk. Tot op zekere diepte. Nee, zeker. Het is gewoon een wereld van verschil. Ja. Het is, toen wij in de winter hier waren, toen dachten we dat we het gezien hadden. Eigenlijk. Ja, ja, simpel glooiend watertje dacht ik toen. Ja. Maar ook niet. Er staat, weet ik veel, hoeveel keer zoveel water. En dat is wat mooi. We wisten hoe de hele bodem liep en de kant. Ja. Doordat we in de winter geweest waren. Dat is wel misschien wel in ons voordeel geweest. Ja. En eigenlijk heb je gewoon aan een week heb je niet genoeg. Nee. Ik zou eigenlijk weken moeten gaan. Ja, maar ja, maand minimaal. Ja, je hebt gewoon eigenlijk een boot nodig hier. Dat is eigenlijk toch wel het eieren eten. Zonder boot begin je weinig. Ja. Dus. Laatste nacht, jammer genoeg niks gevangen. Wel lekker geslapen, dus dat was wel top. We gaan nu de boot traileren en onze sessie van maart 2023 plannen. Daar staat weer een dik avontuur voor de deur. Dus à bientôt.